Nou, Anja, welkom. Hoe is het met je, als ik mag vragen? Het gaat goed. Ja? Ja, het gaat goed. Ik heb af en toe een mindere dag, maar de goede dagen die zijn nog steeds in de overhand. Dus, Nou, dat is altijd fijn om te horen. Ja. Want kan je uitleggen waarom het eigenlijk niet altijd goed met je gaat? Ik heb ongeveer 4 jaar geleden is er tegen mij gezegd dat ik kanker heb. En dat ik ook niet meer beter ga worden. Lijkt me een behoorlijke schok om dat mee te krijgen. Dat is het ook, ja. Ja, heel de wereld stort even in. En, of even, ja. Het is gewoon, kloten, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik probeerde wel, een beetje de zonnige dingen die er absoluut zijn nog in mijn leven mee te pikken. En daar extra van te genieten. En dat gaat tot nu toe heel goed. Kijk, en dat is heel fijn om te Ja. Maar je hebt het over zonnige dingen. Wat zijn voor jou dan speciale zonnige dingen die de dag gewoon mooi maken? Of het leven? Of... Vooral muziek hou ik van. Nieuwe bandjes ontdekken. Naar festivals gaan. Lowlands, Pinkpop, dat soort bandjes. Ja, dat deed ik al voordat ik ziek werd. Want ik ben nu dus 4 jaar ziek. Het probleem is alleen dat ik het niet meer 3 dagen lang volhoud. Ja. Dus dat is wel jammer. Dus ja, dat is zonde. Heel vaak kun je gelukkig een dagkaart kopen. Dus dan ga ik gewoon 1 dag en dan ben ik s'avonds helemaal bek af. En een week lang lig ik op bed. Nou, dat valt wel mee, maar dan moet ik echt erbij komen. Maar verder, dat soort dingen. En natuurlijk mijn familie en mijn vrienden. Dat is ook altijd heel leuk. Ja, feestjes, dat soort dingen. En je geeft heel duidelijk aan dat muziek voor jou echt een heel sterk punt is om eigenlijk gewoon alles weer helemaal door te leven, lekker kracht mee te krijgen. Ja. Zijn er voor jou al festivals waar je van denkt, ja, daar ga ik dit jaar echt naartoe? Dat zijn de bands komen er en dat is voor mij echt een Ik heb pas vernomen dat Editors op Best Kept Secret komen. Ik ben al 2 keer eerder naar Best Kept Secret geweest en Editors is een band waar ik wel van hou. Dus, het probleem alleen is dat als je nu kaartjes koopt, het duurt heel lang voordat het concert of het festival plaatsvindt. Dus dan heb ik altijd zoiets van, ja, ben ik er dan nog wel? Lukt het me dan nog? Mm-hmm. En vroeger was het gewoon, ik ga boeken en dan dan gaan we tegen die tijd. Maar nu is het wel van, het kost toch geld. En, lijkt me vrij lastig om zo dan in de onzekerheid te leven. Ja, ben ik er dan nog wel? Ja, of als ik er nog ben, kan ik dan nog lopen? Ik heb uitzaaiingen in mijn bekken, dus grote kans is dat ik uiteindelijk in de rolstoel terechtkom. Ja. En dan kan ik uiteraard in de rolstoel ook naar zo'n festival, neem ik aan. Maar dat is toch allemaal zover weer wat handig. Ja. Zover je weet wel. Maar ja, dat denk ik dan wel aan. Van, ja, hoe gaat het dan met mij over zoveel maanden? Want hoe lang duurt het nog voor de Best Kept Secret? Dat weet ik niet precies, maar dat is volgend jaar voorjaar? Of, volgens mij is het in mei, dacht ik. Mei. Ja. Want hoe lang strijd je nu al tegen deze ziekte? 4 jaar had je aangegeven, maar is het ook 4 jaar dat je bijvoorbeeld continu chemo hebt of ben je met Heb ik het denk ik al 1 jaar of 6. En chemo's heb ik gehad in 2012. Die hebben niet zo heel lang geholpen, want daarna kreeg ik een tumor in mijn achterhoofd. Ja. Want ik heb uitzaaiingen in mijn botten. Dus het is geen hersentumor, maar een tumor in het bot in mijn achterhoofd, waardoor er een gat in mijn schedel zit. Ja. En dat is best wel ook een eng, raar gevoel. Vooral als je bijvoorbeeld je haren kamt, dan echoot het een beetje heel gek in je hoofd, maar goed. Okay. Ja. En verder weet ik niet. En dan nu gebruik je, want je doet nu geen chemo meer? Wat? Nee, ik heb nu sinds 2 jaar heb ik chemotabletten. Ja. En mijn oncoloog die stelde het voor om eigenlijk als een soort laatste redmiddel, want zoveel is er voor mij eigenlijk niet meer te doen, om chemotabletten te proberen. En ik had toen zoiets van, als een gewone chemo die rechtstreeks in je aderen gaat, als dat al niet helpt bij mij, of maar heel kort, dan 2 tabletjes per dag zullen waarschijnlijk ook helemaal niks doen. Maar dat gaat gelukkig goed. Afgelopen 2 jaar, alles is nog steeds stabiel. Dan moet ik natuurlijk wel elke 4 maanden onder de CT-scan.
Mm-hmm. En dat zijn echt dagen die ik niemand toewens. Want ja, dan lig je daar echt onder van, nou, wie weet wat ze nu allemaal weer voor nieuwe tumoren zien. Ja. En dat is gelukkig nog niet gebeurd, maar ik weet wel dat dat een keer gaat gebeuren. Dat mijn oncoloog dat tegen mij gaat zeggen van, nou, ik zie hier op de scan dat er weer eentje bij is of ze zijn groter geworden. Ja. En dan, ja, maar tot nu toe zegt hij, het is stabiel. Dus dan heb ik weer 4 maanden bijgetekend gekregen. En dat is altijd heel fijn. Ja. En heb je dan op die best zware dagen, heb je dan een speciale nummers die je dan luistert of zo? Of ben je dan helemaal... Ja, er zijn wel specifieke nummers die ik luister omdat de tekst mij heel erg aanspreekt. Zoals het nummer wat ik bij het Glazenhuis net heb aangevraagd van Passenger. Scare Away the Dog. Nou, Passenger, er zijn mensen die zeggen dat hij een stem heeft die lijkt op een smurf op lachgas. En ik moet eerlijk zeggen dat ze daar wel een beetje gelijk in hebben. Oké. Okay. Maar zijn teksten, ja, die raken mij heel erg. En dan zit ik luister ze meestal achter mijn computer. En dan zit ik dus echt gewoon zo van, yes. En dan, ja. En dan heb ik ook als ik bij concerten ben, als ik dan een mooi nummer hoor. Zoals Walk van, ik weet niet meer kwijt, Foo Fighters. Oh ja? Daar zit een stukje in van I Never Wanna Die. En ja, dan heb je mij ook wel hoor. Oké, okay, nou dat is altijd fijn om te horen. Dus vooral in de rock scene hoor ik veel dingen naar boven komen. Ja. En gitaren. Ja, dat is altijd fijn. Ja. Ik ben niet zo iemand van de knopjes waar dan muziek uitkomt. Dan denk ik van, doe er eens iets voor. Er moet passie uitkomen. Ja. Er moet gevoel meekomen. En zweet. En zweet. Ja. Dat is belangrijk, zweet. Dat vind ik wel. Om het misschien leuk af te sluiten. Kan jij misschien een top 3 geven van de bands waar jij van denkt, nou, die moeten mensen echt, echt gaan luisteren. Oh, dat is heel moeilijk. Oh jee. Nou, ik hou ook van singer-songwriters. Ja. Ik ga naar Tivoli, naar Glenn Hansard. Dat is een hele... Ik ga naar J.W. Roy in de Mes. Oké. Okay. Dus het is eigenlijk wel heel divers waar ik van hou. Oké. Okay. Ik hou alleen niet van volkszanger. Dat mag. Alles, iedereen heeft zijn eigen mening daarover. En de toppers, oh, dat is echt verschrikkelijk. Oké. Okay. Nou, laten we dit dan niet uitzenden op Nederland 3. Maar ja, nee, ik wil je heel erg bedanken. Graag gedaan. Ik zou zeggen heel veel sterkte en ga genieten van de editors. Oké, ga ik zeker doen. Top. Oké, dankjewel.